Zo, goedemorgen. We zijn weer net wakker. Hallo. We gaan nu duiken bij de Saukier. Bianca heeft net de camera helemaal opgebouwd, nu met flitser. We gaan nu eerst even tankjes wisselen bij Dive Friends en tanken. Tot zo. We zijn aangekomen bij de Saukier. Hier leggen schepen aan om zout te laden. En via deze transportbaan wordt dat vanaf deze van die hopen daar naartoe gebracht. Je ziet daar in de verte een meer liggen. Dat heeft een beetje een roze kleur. En dat is eigenlijk zeewater. Dat wordt in een soort zoutpan wordt dat binnengelaten. En dat water verdampt. En omdat het dan verdampt, wordt het een beetje een rozige kleur. En die rozige kleur komt van de bacteriën die erin leven. Ja, en als het water dan allemaal verdampt is, dan schrapen ze dat allemaal naar die witte heuvels hier ook. En dan gaat het zo met die transportbaan naar het schip toe. Vroeger was dat een van de belangrijkste inkomstenbronnen van Bonaire, of eigenlijk de enigste inkomstenbron van Bonaire. En dat was een nare geschiedenis wel, want dat werd natuurlijk allemaal gedaan door slaven. En Nederland had daar natuurlijk een heel groot aandeel in. Maar ja, nu zijn het geen slaven meer en nu kunnen wij er gelukkig mooi duiken. Ik zal je even laten zien hoe dat zout eruit ziet als het opgedroogd is. Die kristallen eruit zien. Ze leggen hier altijd wat kristalletjes klaar voor toeristen om mee te nemen. Dat is super gaaf toch? We nemen een paar mee naar huis. Zwemmen naar de laatste pijler, want we hebben ons laten vertellen dat daar een zeepaardje zou zitten. En dat is iets wat wij nog niet hebben gezien. Even omdat we een flitser hebben die vol is gelopen. Maar ik twijfel er nou precies aan wat er is gebeurd, want ik haal hem nu uit elkaar en het batterijcompartiment is echt volledig droog. De O-ring heeft er gewoon goed op gezeten, ingevet, maar er mist hier wel een klein schroefje. Zou dat ermee te maken kunnen hebben? Ik weet wel dat hij vanaf het begin er niet heeft opgezeten. Ja, zoals je ziet. Ziet dit er niet goed uit. Het houdertje, volledig droog. De batterijen die ik net uitpak, ja, ook gewoon volledig droog. Vervelend. Ik ben even lekker rondje aan het lopen in mijn eentje. Bianca zal lekker een boekje te lezen. En ik heb altijd een beetje moeite met stilzitten. Vanmiddag nog een duikje gemaakt bij de Saukier. Dat zie je wel in het eerdere stukje. Maar dat viel wel een beetje tegen. Of nou ja, de duik was heel mooi. Maar Bianca had daar flitser mee. De camera, dat is een duur flitser. En dat was een beetje jammer, want die is vol met water gelopen. Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen gebeuren. Want het batterijcompartiment zou eigenlijk van het elektronica compartiment gescheiden moeten zijn. Maar helaas, die is vol water en die gaat het niet meer doen. Dus ik ga morgen eerst maar eens even naar onderwaterhuis bellen waar we hem hebben gehuurd. Eens kijken wat ze ervan zeggen. Maar ja, het is wel een beetje balen en ik was er eigenlijk ook wel een beetje chagrijnig van vanmiddag. Want zonder flitser onder water, ja, het schiet niet echt op met foto's maken. Helaas, maar ja, kijken we maar of we hier wat kunnen huren en ja, jammer dan.
ook wel grappig om te zien. Dit is hoe ze schuttingen bouwen. Oh, van cactussen. Ja, dat is perfect. Daar klimt geen één inbreker overheen natuurlijk. Dit is het energiebedrijf van Bonaire, of eigenlijk het waterbedrijf. Water maken ze hier door uit de zee te pompen. En dan met omgekeerde osmose maken ze daar zoet water van. Ik weet niet of je het nog heel goed kan zien hoor. Maar water is ook enorm duur hier zo. Ik weet het niet exact, maar ja, heel duur. Veel duurder dan in Nederland natuurlijk. Want ja, ik moet je voorstellen, in Nederland pompen we het uit de grond. Hier komt het uit de zee. Dan moeten ze het eerst van zout water, moeten ze zoet water maken. Het kost een hoop energie. Dat slaan ze op in deze grote tanks. En dan kunnen wij het gebruiken hier op Bonaire.